Like deze video binnen 3 seconden voor extra geluk in je leven. 1, 2, 3. Vandaag spelen wij Adopt Me. Er is een nieuwe update waar je u tegen zegt. Nee, serieus. Dit zou echt ongelooflijk gaaf kunnen gaan zijn. Er is namelijk een piratenhuis. Ja, er is een piratenhuis. Niet zomaar een piratenhuis, maar een piratenschip als huis. En dat klinkt niet alleen amazing, maar dat zal het hoogstwaarschijnlijk ook zijn. De vraag is alleen, hoe duur is dit? Dit is hem, right? Dit moet hem zijn. Dit moet hem zijn. Alright, oké, okay, we found it. Immediately. Oké, dat is best wel prijzig. Dat kan ik op dit moment niet halen. Met andere woorden, we zullen er eerst even voor moeten zorgen. Er is zelfs een Pirate Pet Wear Set. Er is gewoon letterlijk een outfit voor jouw huisdiertje in Adopt Me, gebaseerd op een piraat. Oké, dat doen we misschien later wel. Eerst hebben we redelijk wat muntjes nodig. En ik vind het bijna gewoon echt gewoon te zonde. Maar het hoort erbij. Dit is de nieuwe update in Adopt Me. En ik wil hem gecheckt hebben. Alright. Change house, nieuw house. En we gaan voor... We hebben net nog $40 te weinig. Oh, dit is zo erg. Oké. Dit zijn van die typische dingen natuurlijk. Oké. Never mind. We gaan gewoon... Hoeveel hebben we te weinig? 50 ongeveer. Oké, dus in plaats van 600 Robux kost het 604. Dat is zo prijzig. Zo prijzig. Het is niet anders. Het is niet anders. Ik wil dit gewoon gedaan hebben. Alright, there we go. 3, 2, 1. Wil je dit bouwen? Het piratenschip voor 16... Ja. Bye now. We hebben hem. We got it. The Pirate Ship House. Wat? Dit is echt amazing. Ik hoorde van deze update. En direct. Gewoon direct. Ik moest het zien. Het nieuwe piratenschiphuis in Adopt Me. Wij hebben het gehaald. En even een kleine house tour. Het is de eerste keer dat ik het zelf zie, dus een algemene house tour. Wat hebben we? We hebben hier een prachtige tafel, wat er een beetje uitziet als een gigantisch stuur uit een piratenboot. Met daarbovenop een doodshoofdkaarsje. We hebben hier een soort van muziekspeler die echt helemaal in de piratenstijl is. Super gaaf. We hebben hier zelfs een piratenkoelkast. How amazing is that? Wat zou er nou echt in een piratenkoelkast moeten zitten? Laat het weten in de comments hier beneden. Ik ben heel benieuwd met wat voor grappige dingen jullie komen. Nou, ik denk dat er op zich wel een papegaaiendrankje in mag zitten. En misschien wel een houten beenkoeler. En misschien wel een ooglapje van Choke. Ik heb geen idee. Wat hebben we hier? Hier hebben we de plek voor onze huisdiertjes. Heb ik überhaupt een huisdiertje in Adopt Me? Ik weet het niet. Ik weet het serieus niet. Heb ik een huisdiertje in Adopt Me? Kan ik daar überhaupt achter komen? Ik denk het wel, right? Ja, ik heb er best veel. Ik heb er best veel. Oké, op zich, bij genoeg likes wil ik dan dat piratenpakje wel halen. Lijkt mij een leuk idee. Ik heb echt meer items dan ik dacht. Kan ik trouwens mijn beestje... Oh, ik wist dat niet. Ik wist niet dat ik mijn beestje kon meenemen in een stroller. We hebben natuurlijk ook een prachtig mooie bank. En wat maakt deze bank zo speciaal? Ik heb het paard erop gezet. Dat is cool. Het is een piratenbank. Het heeft letterlijk een soort van uitkijkmast. En it looks amazing. It looks amazing for sure. En wauw. Ga me niet vertellen dat we deze kunnen gebruiken. We kunnen hem niet gebruiken. Het was wel cool geweest als we hem konden gebruiken. Het is een soort van horoscoop. En daarmee kunnen wij naar de andere piraten kijken. Oh, dit is zo gaaf. Wauw. Oké, wacht. Hold up a second. Oké, ik wil hier even zitten hoor. 2 seconden. Wauw. Het is letterlijk een mega haaienmond. Mega haaienmond, Job. Serieus. Het is een soort van tafel met een mega haaienmond erbij. Een toilet. Ja, niet veel piraatachtigs aan. Hey, piraten zijn ook gewoon mensen. Ik ben een alien, maar piraten niet. Dus vandaar, wauw. Het bed is letterlijk een soort van bootje. Oh, maar dit is voor pets. Oh, maar wacht, dat vind ik wel leuk. Dan nemen wij gewoon even een pet met ons mee. En die is nu hier. En dan leggen wij die neer. Oh, dit is letterlijk een perfect bedje voor ons paardje om zijn dusje in te doen. How cute is that, bro? Ho. Dat ziet er letterlijk uit als zo'n geheime schatkaart. Alleen kunnen we hem niet meenemen. Was wel leuk geweest als het kon. En dit is ons bed. Oh, zo cozy.
Zo knus. Het ziet er wel echt super cute uit. Alright. Dus dat is het. Is dat het? Of hebben we nog iets wat we niet hebben gezien? Oh, dit hebben we nog niet gezien. Dit is een losse kamer. Ik heb ook gewoon nog $9 over naar al deze belachelijke aankopen. $9. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Maar het is niet anders. We moeten het er maar even mee doen. En er is een tv. En de tv die kan verschillende soorten kleuren aannemen als je hem aan en uit doet. Ik ben eigenlijk best wel tevreden. Ik denk dat het tijd... Oeh, wat is dit? Oh, dat is een gigantische boot in een fles. Dat is cool. Zeg maar, ik heb begrepen dat ze dat zeg maar ook op die manier soms maken. Dat ze echt letterlijk die boot... You are kidding me right now. Wacht, wat? Dus dat... Oké. Okay. Is dat wat er gebeurt... Oké. Okay. Dat is wat er gebeurt als je je boothuisje uitgaat. Je valt gewoon uit de Roblox wereld. You are kidding me right now. Dat ziet er niet bepaald praktisch en handig uit. Is dat logisch? Zeg maar, ik denk dat dat gebeurt omdat dit vrij nieuw is. En het zal daar misschien nog wel iets mee te maken kunnen hebben. Is er nog iets anders interessants wat we kunnen doen? We kunnen een panda pet unlocken. We kunnen een ice cream truck unlocken. We kunnen zelfs een pet, zeg maar, vliegend maken. Wauw, dit zijn serieus dingen waarvan ik in eerste instantie niet eens wist dat ze konden. We kunnen hotdogs verkopen. We kunnen limonade verkopen. We kunnen zelfs een hoverboard halen. Zoveel epische dingen. Maar in eerste instantie... Oh, ik heb $20 gekregen. Kan ik op zich wel gebruiken na mijn afgelopen aankopen. Maar dit is wel echt serieus super naar. Ik word er een soort van toegedwongen om in mijn piratenhuisje te blijven, als ik het zo kan zeggen. Ik vind het eigenlijk ook wel weer grappig. We hebben gewoon letterlijk een glitch gevonden. Of nou ja, ja, nee, we hebben wel inderdaad een glitch gevonden. Of kunnen we nu misschien naar een ander huisje? Kan dat? Oh, dat kan! Oh, nu is het probleem opgelost. Ja, ik heb ook een donut als huis. Het is misschien raar om eens zo te vermelden alsof het niets voorstelt. Ja, ik heb een donut als huis. Ja, zo is het nou eenmaal. Maar ik ben best wel blij. Laten wij uit onze backpack even een vehicle pakken. Ik vind deze op zich best wel gaaf. En laten wij daar even mee naar de stad gaan. Is dit een stad waar we nu naartoe rijden? Ik heb niet zoveel verstand van Adopt Me, maar... Ik ben benieuwd of er nog wat andere interessante dingen zijn. Maar wat ik op zich wel een interessant idee vond, toen ik dat net in het winkeltje zag, dat was zeg maar die hotdog-kraam. Zeg maar, hotdogs verkopen, dat klinkt als een interessant idee. Buy now! Oké. Dus nu zouden we... Wauw! Oké, wacht. Dat gaan we... Wat is een goede plek? Op zich, naast de pizzeria, als mensen trek hebben. Wauw! Dit is zo geniaal. We hebben net voor 95 Robux ons eigen hotdog-kraampje neergezet. Hè? Dus iedereen die trek heeft... Nou, weet je, ik voor $5. Ik vind $5 vind ik genoeg. $5 voor een heerlijke hotdog. Niemand is geïnteresseerd. Nou, weet je, kan ik hem hier gewoon laten staan of moet ik er ook zelf bij blijven? En als ik hem weer meeneem, kan ik hem dan wel weer plaatsen wanneer ik dat wil? Jawel, hè? Ja. Oké, wat? En dan moet ik weer opnieuw betalen. You are kidding me right now. Ik wist niet dat het zo werkte. Ik heb letterlijk 100 Robux uitgegeven voor iets waar ik precies 2 seconden gebruik van heb gemaakt. Dat is zo naar. Dat is zo naar. In ieder geval, kijk, hier heeft ook iemand een hotdog kraampje. Ik wil wel een hotdog voor $2. Eigenlijk is $2 wel een... Ja, dan wil ik ook wel wat limonade bij. Maar eerst even mijn hotdog. Nam, nam. Oh nee, wacht, ik wil mijn hotdog eten. Waarom kan ik mijn hotdog niet eten? Oh ja. Nam, 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 nam. Oké, mijn hotdog die smaakte goed. En nu wil ik daar ook nog een limonade bij voor $1. Kunnen we dit meisje, zeg maar... Kan dat? Kunnen we haar oppakken? Ja, we kunnen haar oppakken. Ik wil iemand een cadeautje geven. Ik ga dat meisje een cadeautje geven. Wat ga ik haar geven? Ik geef haar mijn limonade. Oh, dit hondje is zo cute. Wauw, dat is echt bizar. En ik zie trouwens ook dat er nog wel wat leuke items zijn die ik zou willen unlocken. In ieder geval, laat ik een kijkje nemen. Oeh, er wordt zelfs een limousine verkocht. You are kidding me. 500 Robux. Ik vind het prijzig voor iemand die vandaag al 600 Robux heeft uitgegeven voor een piratenboot. Zeg maar, als dat nou niet het geval was, stond het nog voor discussie open. Maar nee, nu op dit moment eventjes niet. Wat is dit? Gooi een feestje waar je maar wilt voor 85 Robux. Wat zit hier eigenlijk achter? Kunnen we hierin? Wat zit daar achter? I need to know. Dat ziet er zo episch uit. Ik ben echt benieuwd wat daarachter zit. Weet jij wat daarachter zit? Laat het weten. In ieder geval, nou, we kunnen niks halen. We hebben $26 en de rest van ons geld is op.
Omdat we in een piratenboot wonen. Oh, de baby hebben we trouwens nog steeds vast. Is dat de bedoeling? We hebben haar even neergezet. Het is verwarrend, maar het was wel een episch avontuur. Ik vond het een episch avontuur. Willen jullie mij nog vaker Adopt Me zien spelen en in mijn piratenboot zien chillen? Want dat kan nu. Doe dan een like. Adios.